Het is tijd voor Kunstkot Kids TV! Hey, hallo allemaal. Welkom weer in een aflevering van de Tekentovenaar. We gaan een tekenbattle doen en ik heb hier dames, hoe heet jij? Larissa. Larissa, hoe oud ben jij? 11 jaar. En hoe oud ben jij? 12. En hoe heet jij? Danisha, en hoe heet jij? Jaira, en ik ben 12. 12 jaar. Ze gaan een tekenbattle doen. Dus ik zou zeggen, pak maar even een... Kijk, hebben we kruidjes hier? Ik heb hier anders nog wel. Kruidjes, goede kruidjes nog eventjes. Lekker voorbereid, hè? Kijk, eventjes hier zo. Jij eentje. Maak even een krasje voor elkaar. Even verwisselen en dan krijgen ze 1 minuut de tijd om er iets van te maken. En jullie thuis bepalen wie er gewonnen heeft. Hè? Dus maak wat. Oh, dat is makkelijk. Oeh, die is moeilijk. Zo, dus ga even verwisselen. Oh, ze maakt het nog moeilijker. Ja, stop maar. Oh. Even verwisselen. En dan ga ik even aan de kant. En dan ga, laat wel even zien een beetje wat je aan het maken bent voor de kijkers thuis. Hè? Eventjes. En dan gaan wij tellen tot 3 en dan gaan ze er wat van maken. Krijgen ze een minuut de tijd, ja? 3, 2, 1, go! Kom op, je moet een beetje een minuut bijhouden, ongeveer. Wat gaan ze ervan maken? Kunnen jullie toch zien wat ze er gaan maken? Wat wordt er allemaal? Oh, lippenstift? Of een kaktus? Nee, ja. Wat is dat? Is dat een alien of zo? Echt gestoord, hè? Wat een tekentalent, hè? Ja, wat een tekentalent, hè? Ja, het is bijna afgelopen hoor, maar nu gaat snel. We gaan even aftellen, ja? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stil nou even. We gaan even vragen wat ze ervan hebben gemaakt. Misschien hebben ze nog een leuk verhaaltje erbij. Nou, wat is dit? Wat is dit? Een hele mooie teddybeer. Een gemummificeerde teddybeer. Ja, uit Egypte, ja. Prachtig. Hoe heet je ook alweer? Larissa. Vind je de teddybeer het leukste? Larissa even stemmen, hè? En hallo. Ja, anders kan ik ze niet zien. Oh jawel, je moet een beetje naast hem staan. Larissa met je aan de kant. Dit is waarschijnlijk een cactus. Ja. En hoe heet jij ook alweer? Jaira. Vind je die cactus prachtig? Stem dan op. Stem maar op Jaira. Ja, op Jaira, ja. Dit is een kwal. Wat? Dit is een kwal of een rare vis of een alien? Of een raket of zo. Of een raket of zo. Hoe moet je er niet mee, ja? Dit is een alien. En jij komt van dezelfde planeet waarschijnlijk. Ja. Dan kan je het zo wel zien, hè? En hoe heet jij ook alweer? Danisha. Danisha. Stem op mij. Ja, stem op Danisha of op haar of op haar. Dus zeg het maar. Tot de volgende keer. Even een groot applaus. Yeah. Hey, hallo allemaal. Welkom bij de Tekentovenaar. Superleuk dat je kijkt. En we hebben... Ah! Een kabouter! Echt een gestoorde kabouter. Hallo kaboutertje. Hoe heet jij? Kabouter Plop. Plop. Kabouter Plop, ja hoor. En hey, nog een kabouter. Oh nee. Nee. Wat jij? Roos. Ja. Kabouter Plop tegen Roos. We gaan een tekenbattle doen en jullie thuis bepalen wie er gewonnen heeft. Dus Roos of de kabouter. Ik ben heel erg benieuwd. Maak eventjes een krasje voor elkaar. Voor elkaar. Okay. Ja. Maak even een moeilijk krasje. Kijk, je hebt een andere kabouter die snapte niet zo goed, hè? Dus, jullie krijgen een minuut de tijd even omwisselen om er iets van te maken. We gaan even aftellen. 3, 2, 1 en go! Wat gaat dit? Oh, een kaboutertje toch? Kaboutertje maakt een zelfportret. Oh, wat dat? En wat wordt dat dan? Hoe noem je zo'n vogel ook alweer? Flamingo. Flamingo, oeh, ja. Kan wel tekenen hoor. Dit is echt een horror kabouter. Daar ga ik vannacht over de room over. Een heksenkabouter? Nee, dat is wel creatief, ja. Hey, we gaan eventjes aftellen. Dus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop!
stappen! Yes! Oh. Jullie mogen even wat vertellen over je prachtige creatie. Wat heb jij hier gemaakt? Ga weg een flamingo. Een flamingo. En waarom heb jij een flamingo gemaakt? Weet ik niet. Geen idee, hè? Nee. Dat is, op een flamingo. Dus als je de flamingo leuk vindt, stem dan op Roos. Roos. Ja. En kaboutertje. Jou gemaakt. Ze heeft mij gemaakt. Kaboutertje heeft mij gemaakt. Ja. Stem dus niet op de kabouter. Dus echt een. Ja, inderdaad, stem op mij. Ja, ja, stem lekker op Roos. Hè? Kaboutertje, ik denk dat je verloren hebt, hè? Nee hoor, stem ook maar op de kabouter. Ik zou zeggen, geef even een groot applaus. Doei. Hey, hallo allemaal, superleuk dat je weer kijkt. We hebben nu een mega battle. We hebben een hele groepsbattle eigenlijk. Ik heb hier een ridder, ik heb hier een gekke hoed, ik heb hier een kabouter, ik heb hier een geen idee, een alien of een citroen met een rare neus. En ik heb hier nog een kabouter. We gaan weer een tekenbattle doen en jullie thuis bepalen wie er heeft gewonnen. Gaan jullie alvast even een krasje maken op het schoolbord? Maar ik heb geen ding. Pak even die dan. Hier, kijk de kabouter, alsjeblieft. En dan gaan we even af, dan ga je eventjes verwisselen. Even verwisselen, ga je bij een ander krasje staan. En dan gaan we weer aftellen. Ja, leef maar. Ja, kom op. Aftellen, 3, 2, 1. Oh, wacht even, de kabouter is in paniek. Ja, we moeten hier kijken. Hier hebben we nog even. Ja, ga maar even onderwijzen. Dit is maar een halve tekening. Hier moet je even wat van maken. Ja, probeer er wat van te maken. Ik kan nog met dit doen. 3, 2, 1 en go! Je mag ook gewoon kunst maken, natuurlijk, hè? Kijk eens thuis bepalen wie er heeft gewonnen. Kunst maken. Oh jee, dat worden wel hele gekke kunstwerken. Ja, de kruidjes gevallen. Ah, oh, wat zielig. We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En stoppen. Jullie hebben de keuze uit. Wat heeft de kabouter gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Dit heeft de kabouter gemaakt, kunnen jullie zien? Dit heeft de kabouter gemaakt. Dit heeft de ridder gemaakt. En kijk, dit heeft de alien, de gele citroen-alien gemaakt. Kunnen ze wel zien. En hier, oh, dit heeft de hoed gemaakt. Dat is, is dat een prinseshoed? Ja, oké, okay, dat is een prinses. En. Is dit een ballon? Ik weet niet. Oh, sorry, kun je het zien? Is een ballon. Dus jullie mogen thuis bepalen wie er gewonnen heeft. Geen citroen, stem op mij. Stem op Ridder. Spooky Girls. Spooky Girls? Ja. Spooky Girls. Een beetje reclame maken hier zo. Hè? Ja, dat dacht ik al. Hè. Geef even een groot applaus. Tot de volgende keer. Doei.